wat je eigenlijk ziet als patroon, ook al in die periode, is dat telkens als een oplaaiend conflict weer even leek gesust, zocht Buys vervolgens toch weer de confrontatie. Of dan trok hij een eerder gemaakt excuus weer in. En telkens als hij in conflict geraakt was met een collega of een leidinggever, dan zocht hij het vervolgens hogerop. Totdat hij met die persoon ook weer in conflict raakte. En het vervolgens weer hogerop zocht. Tot uiteindelijk zelfs de Raad van Toezicht toe. En als Buys niet van iemand kreeg wat hij wilde, dan diende hij niet tegen zo'n persoon een klacht in. Of hij dreigde een klacht in te dienen. Ik vind het eigenlijk een vorm van institutioneel geweld wat ik over me heen heb gehad. En daar ben ik een paar keer hard tegen, heb ik teruggeslagen. Soms waren ook wat te hard geweest. Maar ik vind het onterecht om te zeggen dat ik daardoor mijn ontslag verdien. Dus ik hoop de rechter op te wijzen dat er een hele context is en een bepaalde volgorde van zaken waar ook mijn gedrag wat beter begrepen wordt. Ja, want u zegt, ik trad op als klokkenluider. Ja. Tegelijkertijd hebt u ook uw collega's monster, extremist genoemd. Hoe moeten we dat zien? Nou, kijk, dat is allemaal. Dus, er zijn op een gegeven moment is het op een aantal momenten heel erg geëscaleerd. Er zijn allerlei lelijke grondgevechten geweest. Dat zijn allebei de kanten. Dus ik kan ook heel veel tweets en berichten en e-mails oplezen van collega's en studenten over mij. Het is totaal geëscaleerd. En dat is ook een van de dingen die ik graag naar voren wil brengen. Het bestuur heeft eigenlijk maanden gewoon toegekeken, niks gedaan, niet geïnterveneerd, niet ingegrepen toen er een discussie over academische vrijheid en over gender op de UvA aan het ontsporen was. Ik vind het beeld dat daar is gemaakt, hè, dat ik een soort agressieve, ontspoord, grensoverschrijdend gedrag heb getoond, vind ik echt absurd. Hè. Nogmaals, ik heb mij hier en daar hard verdedigd, achteraf gezien te hard, zou ik nu anders doen. Maar in de context is het een verhaal van een klokkenluider die in een kwetsbare positie kwam en die wat moest doen om voor zich op te komen.